Je bent er. Goedemorgen allemaal. Ik ben Mieke en ik geef les bij Healthworks in Zeist. En het wordt weer een online les. Maar wie weet, mogen we binnenkort toch in de zaal of misschien buiten les geven. Ik zou zeggen, pak lekker je matje erbij. Ga weer lekker zitten. En het maakt niet uit hoe je zit, of je zoals ik zit, of dat je op je knieën weer gaat zitten. En ik zeg het wel vaker, het is soms ook heel erg prettig om iets tussen je benen te leggen, zodat je zo makkelijk op je knieën kan zitten, zonder dat het oncomfortabel is. En zorg er dan voor dat je rechtop zit, je schouders ontspannen, je gezicht ontspannen en ook je tong ontspannen. Sluit maar je ogen. Adem lekker door. En voel eens hoe jij deze ochtend, of misschien de avond, bij zit. En dan open je ogen. Ik begin altijd met een pranayama oefening, een ademhalingsoefening om je geest te ontspannen, te focussen. En dit keer is het een andere. We gaan Kapalabhati doen, dat betekent met een beetje kracht alleen focussen op de uitademing. Dus leg eens je handen op je buik. Met de inademing voel je dat je buik naar buiten komt. Met de uitademing merk je dat de buik weer naar binnen gaat. Nou, met Kapalabhati adem je alleen door je neus. Dus je sluit je mond, je ademt in. En dan is het met een beetje kracht de uitademing. En we doen het zo samen. Het is uit, uit, uit. Veel gemaakte fout is dat je je schouders gaat meenemen. Doe dat dus niet. Dus plaats je handen maar op je buik. En concentreer je alleen maar op die uitademing. En door dan daarna weer te ontspannen, langzaam gaat de inademing vanzelf. Kom nog even goed zitten. Zorg ervoor dat je schouders ontspannen zijn. Je rug recht is. Je gezicht ontspannen. En plaats je handen maar op je buik en dan adem heel diep in en uit, 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 uit en ontspan. Sluit maar je ogen, adem eens even lekker door. En kijk eens of je met de tweede ronde echt je schouders kan blijven ontspannen. Je kan blijven focussen op die uitademing. Zonder je schouders of zelfs je nek, hoofd aan te spannen. Als je wil, mag je nog een keertje je handen op je buik plaatsen. En dan adem heel diep in. En uit. 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 En adem weer rustig door. Kijk eens of je je ogen gesloten kan houden, terwijl je rustig doorademt. Bereid je voor op de laatste ronde, dus controleer jezelf. Zit je nog rechtop? Je schouders, je gezicht, ook je tong ontspannen. Laat je handen nog een keertje op je buik. Haal een keer heel diep. Adem heel diep in.
En uit, 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 uit. En dan adem heel diep in. Sluit je ogen, houd je adem vast. Gezicht, schouders zijn ontspannen. Terwijl je adem vasthoudt. En langzaam adem maar helemaal uit. En adem nog even rustig door. Zorg ervoor dat je nog steeds rechtop zit en draai je hoofd naar rechts en dan naar links. En vergeet daarbij niet te ademen en draai nogmaals naar rechts en naar links. En nog één keer naar rechts. Links en terug in het midden. Houd je schouders ontspannen. Breng je rechter oor richting je rechter schouder. Schouders blijven laag. En dan naar links. Linker oor richting je linker schouder. En naar rechts. En links. Nog één keertje rechts. En plaats dan ook je rechterhand op je hoofd. Laat het gewicht van je rechterhand op je hoofd rusten. En misschien voel je daardoor dat je nog meer rek hebt aan de linkerkant van de hals. Nek. Dan laat je hand zakken en kom maar weer terug. En dan breng je nog een keertje je linker oor richting je linker schouder. En breng dan nogmaals je linkerhand op je hoofd. En werk weer met het gewicht van je hand. En terug. Je zit nog steeds rechtop met je schouders ontspannen. Dan gaat je kin naar de borst en dan draai je naar de rechterkant. En dan kom je weer terug naar het midden en dan draai je naar de linkerkant. Dus je maakt geen cirkels, maar halve cirkels. Van links naar rechts. En voel ook eens wat dit met jouw nek doet, hals. Blijf rustig doorademen. Terwijl je langzaam van de ene kant naar de andere kant beweegt. En dan kom maar terug in het midden. Adem in. Breng je schouders naar voren en omhoog. En met de uitademing naar achter en omlaag. En nog een keertje naar voren en omhoog. Terwijl je inademt. Met de uitademing naar achteren en omlaag. Een keertje. En met de uitademing achter en omlaag. En vouw je handen nog eens samen. We gaan kijken eens of je je handen wat hoger kan brengen. De borst die zich opent. Kijk voor je uit. Ga niet met je kin omhoog of omlaag. Houd je hoofd gewoon recht. En adem lekker door. Terwijl je gezicht ontspannen is. En dan laat me los. Dan mag je komen liggen, Savasana. Dus kom op je rug liggen. En zorg er weer voor dat je voeten weer wijder zijn dan je heupen. Zodat de heupen kunnen ontspannen. Je handen met de palmen naar het plafond. De handen zo'n 45 graden van je lijf. En sluit maar je ogen. En voel
Voel eens hoe je erbij ligt. Misschien merk je op dat je druk bent in je hoofd. Of juist stijf voelt. Ervaar gewoon eens hoe jij er deze ochtend bij ligt. Probeer de rest van de les om je gezicht zo ontspannen mogelijk te houden. Want weet dat elke keer als jij je gezicht aanspant, je ook je hersenen aanspant. En dat willen we juist niet. Dus terwijl je gezicht, je schouders, je tong helemaal ontspannen zijn, breng je je armen zijwaarts in één horizontale lijn. En trek je je knieën omhoog richting je borst. En laat ze maar naar de rechterkant vallen, terwijl je hoofd naar de linkerkant draait. Het belangrijkste is dat de schouders op de vloer blijven. De knieën hoeven niet per se op de vloer te komen, maar de schouders blijven op de vloer. En sluit nogmaals je ogen. Adem lekker door. En gun jezelf even de tijd. Het lichaam. Om wat wakker te worden, op te rekken. Of misschien juist te ontspannen. Adem rustig door. En voel ook eens wat er gebeurt als je wat langer in de houding blijft. En rustig blijf doorademen. Misschien merk je op dat je langzaam wat meer kan ontspannen. En dan kom maar langzaam weer terug naar het midden. En dan breng je je knieën naar de linkerkant, terwijl je hoofd naar de rechterkant draait. En ook nu. Houd je schouders aan de vloer. Sluit maar je ogen. Laat de zwaartekracht het werk doen. En voel maar. Misschien dat je bij elke uitademing nog iets meer kan ontspannen in de houding. En ervaar ook het verschil. Van de ene en de andere kant. En langzaam, kom maar terug. En breng je knieën nog even richting je borst. Breng ze zo dicht mogelijk naar je borst toe. En dan leg je benen maar weer neer op de vloer. En zorg ervoor dat die voeten wijder zijn dan de heupen. En laat ze lekker naar buiten vallen, de voeten. En adem weer goed in en uit. Breng je benen bij elkaar, je armen naast je lijf, palmen naar de vloer toe. Maak je benen heel actief door de tenen richting je gezicht te brengen. En met de inademing breng maar je rechterbeen omhoog. Maar zorg ervoor dat beide benen recht zijn. Tenen richting je gezicht en de benen blijven heel actief. En met de uitademing naar beneden. Volgende inademing, je linkerbeen omhoog. En ook nu, ervaar eens het verschil. En weer naar beneden. En dan een keertje je rechterbeen omhoog. En naar beneden. Je linkerbeen omhoog. En naar beneden. Je rechterbeen.
achterbeen omhoog. Je beide benen zijn heel actief. En als jij geen nekproblemen hebt, mag je met de volgende inademing met je lijf omhoog komen. Je handen bij je bovenbeen, niet in de knieholte. Breng je handen op je bovenbenen. Kijk eens of je met je bovenlijf iets meer omhoog kan komen. Terwijl beide benen heel actief blijven. En dan duw met die linkervoet. Duw tegen die balk die je visualiseert. En voel wat dat op doet met je heupen. Die in een betere positie komen. Dus blijf heel actief. Ontspan je gezicht. Adem lekker door. Langzaam kom maar terug en dan buig je rechterbeen en breng je knie nogmaals naar je borst. En breng dan je rechterbeen naar beneden. Nou, beide benen zijn nog heel actief. Voeten richting je gezicht en dan breng je je linkerbeen omhoog. En dan met de volgende inademing kom je weer omhoog en dan pak maar met je handen je bovenbeen beet. Houd, zorg ervoor dat beide voeten heel actief zijn. Tenen richting je gezicht. En ook nu stel je die balk voor achter je rechtervoet en duw dat tegenaan. En voel weer wat dat met je doet. Blijf duwen met je voeten. Adem lekker door, ontspan je gezicht. En langzaam kom maar terug, buig je linkerbeen en breng je linkerknie richting je borst. En dan leg je been maar weer neer en kom heel even terug in de Savasana. Ontspan even, laat je voeten naar buiten vallen. De palmen richting het plafond. Adem maar lekker door terwijl je gezicht ontspant. En dan zet je je voeten weer op de vloer. Maar zorg ervoor dat de voeten op heupbreedte staan. De buitenkant van je voeten staan recht. Als je dat hebt, mag je gaan liggen. Palmen naar de vloer, recht. Sluit je ogen en concentreer je op je voeten. Duw die voeten in de vloer. Dus duw je voeten in de vloer en alsof iemand aan jouw knieën trekt, kom je langzaam omhoog met de billen. En kijk eens of je je billen zo hoog mogelijk kan brengen, terwijl je voeten in de vloer heel actief aan het duwen zijn, zodat de knieën in de juiste positie blijven. Dus heb jij het gevoel dat je knieën naar buiten of naar binnen vallen, dan kom je langzaam weer terug op de vloer. Dan adem je even goed door en duw die voeten in de vloer en dan langzaam kom je nogmaals omhoog. Blijf heel actief met je voeten. En dan laat je echt de schouders en je achterhoofd in de vloer zakken. Je mag je handen nog in elkaar vouwen en de schouderbladen nog iets dichter bij elkaar brengen. Nog meer opening van je borst. En vanaf hier laat dan je schouders, je achterhoofd echt in de vloer zakken. Terwijl je mond sluit, je tong, je gezicht helemaal ontspannen is. Adem lekker door en blijf zolang het goed voor je voelt. Voel je altijd vrij om er eerder uit te gaan en te gaan liggen in de Savasana. Laat je schouders, je achterhoofd in de vloer zakken. Voel maar de opening van je borst. En dan
langzaam, kom maar terug. Laat je zakken. Leg je benen lekker neer. Voeten weer wat wijder dan de heupen. En laat ze maar naar buiten vallen. En je handen zo 45 graden van het lijf. Palmen richting het plafond. En adem lekker door. Visualiseer alvast de vispositie als je weet hoe die is. Breng je benen weer bij elkaar. Je armen in het verlengde met de palmen richting de vloer. Die breng je onder je lijf. En kijk of je je ellebogen al zo dicht mogelijk bij elkaar kan brengen. Nou, tenen richting je gezicht. En dan met de inademing kom maar omhoog. Kijk naar je voeten. En nou ontspan je benen, de voeten helemaal. Open je borst nog meer. En dan met de uitademing ga je naar achteren tot de hoofd de vloer raakt. En vanaf hier ontspan je gezicht, sluit je mond. Laat het hoofd de vloer raken. Het gewicht is voor 95% op je elleboog. En hoe is het met je benen? Zijn je benen nog helemaal ontspannen? Adem lekker door. Voel maar opening van je borst. De keel. En hoe is het met het gewicht? Ben je nog voor 95% op je ellebogen? Zo niet, breng het dan terug. En blijf zolang het goed voor je voelt. Adem nog even lekker door. Voel nog even goed die opening. Terwijl je gezicht je dom ontspannen is. Je benen laat je lekker ontspannen. Terug, dan kijk je nog even naar je voeten en dan laat je je langzaam zakken op de vloer. Breng je voeten weer wat meer uit elkaar. Laat je voeten naar buiten vallen. Je handen zo 45 graden van het lijf. Sluit bij je ogen en voel eens wat deze asana voor jou gedaan heeft. Misschien merk je op dat je met de inademing wat makkelijker en dieper in de borst kan inademen. Meer opening. En geniet ervan. Die lange, diepe inademing en de totale uitademing. Terwijl je wat dieper wegzakt op het matje. Langzaam breng je benen maar bij elkaar. Hou je handen in elkaar. Breng ze over je hoofd. Rek je nog even helemaal uit. En dan nog een keertje je knieën richting je borst. Omarm nog een keer je knieën. En als je dat prettig vindt, dan rol je nog langzaam van de ene zijkant naar de ander. Kleine massage voor de onderrug. Ja, draaien en dan kom
je al gelijk op je buik liggen. Dus ga lekker op je buik liggen. Maak maar een kussen van je handen. En je wang of je voorhoofd komt op het kussen. De grote tenen raken elkaar. Laat de hielen naar buiten vallen. Adem nog even lekker door. En dan langzaam dan breng je je handen met de vingers gespreid onder je schouders. De ellebogen die zorg je dat ze aan het lijf blijven. Voorhoofd komt op de vloer. En in eerste instantie breng je je handen van de vloer een centimeter. Kom maar iets omhoog. En merk dan op dat je je schouders laag en naar achter houdt. Dan kom maar terug, zet nu je handen neer, voorhoofd op de vloer. En de bogen nog steeds aan je lijf geplakt, als het ware. Met de volgende inademing kom je omhoog, duw je zolang jij je schouders maar laag kan houden en naar achteren. En de bogen aan je lijf en zo kom je omhoog. En het maakt niet uit hoe hoog je komt, zolang je schouders maar laag en naar achteren zijn. En dan sluit maar je ogen. Adem even lekker door. En langzaam kom maar terug. Laat je handen staan. Adem even goed door. Als je wil kan je nog heel even van je ene heup naar de andere heup rollen. Om wat spanning vanuit de onderrug los te laten. En dan kom maar weer terug in het midden. Breng je benen weer bij elkaar. En dan met de volgende inademing kom je nogmaals omhoog in de cobra. En dan blijven we iets langer hier. Dus sluit je ogen. Zorg ervoor dat je schouders naar achteren zijn. En laag. Opening weer van je borst. En de bogen aan je lichaam. En hoe is het met je gezicht en je tong? Ben je ontspannen? Adem lekker door. En ook nu voel je altijd vrij om eruit te komen en op je buik te gaan liggen. En langzaam kom maar terug. Maak maar weer een kussen van je handen. Je andere wang of voorhoofd komt op het kussen. Op je handen, de hielen laat je weer naar buiten vallen. Adem lekker door. Mocht je nu wat spanning of pijn voelen in je onderrug, werk dan met je ademhaling. Dus met de inademing ga naar die plek toe waar die spanning is. En met de uitademing laat het los. Dus werk met de ademhaling en laat het ook echt los. Concentreer je daar op die plek. Nou, bereid je voor de volgende. Dus je brengt je armen onder je lijf. En dat kan zijn dat je met je vlakke hand op de vloer komt, vuisten. Of misschien wil je ze in elkaar vouwen met de duimen. En dat breng je onder je lijf, dus je armen zijn gestrekt. Je kin is dit keer op de vloer. Dus sluit maar je ogen. Je kin leg je op de vloer, de armen gestrekt onder je lijf. Adem even lekker door. Je ogen zijn gesloten, je gezicht is ontspannen. En dan met de volgende inademing breng maar je rechterbeen omhoog. Dus je duwt met je kin, je armen, je schouders in de vloer.
Ontspan je gezicht, adem lekker door terwijl je rechterbeen boven is. En dan langzaam terug. Adem in, breng nu je linkerbeen omhoog. Blijf doorademen. Ontspan je gezicht en de tong terwijl je linkerbeen omhoog is. En terug. Met de volgende inademing breng je nogmaals je rechterbeen omhoog. En wees eens heel alert. Kijk eens of je toch je gezicht, je tong kan ontspannen terwijl je rechterbeen zo hoog mogelijk hebt. En de heupen trouwens op één lijn zijn. Dus ga niet scheef liggen. Houd je heupen recht. En kom maar terug. En dan nogmaals met de inademing je linkerbeen omhoog. En ook nu, ervaar eens het verschil als dat er is. Blijf rustig doorademen. Je linkerbeen is omhoog. En terug. En voor degene die wil, die mag met de volgende inademing beide benen omhoog brengen. Als je dat niet wil, kun je gewoon nog een keer je rechterbeen omhoog brengen. En dan je linkerbeen. De mensen die beide benen tegelijk omhoog brengen. Probeer je ook te ontspannen in het gezicht. Rustig door te ademen. En dan langzaam dan kom maar terug. En maak nog eens een kussen van je handen. Laat je hielen weer naar buiten. Hielen naar buiten vallen. Adem lekker door. En ook nu, mocht er nog wat spanning of pijn zijn, werk met die ademhaling. Ga er naartoe met de inademing en laat het los met de uitademing. Nou, leg je armen neer. Dus je strekt je armen. Voorhoofd komt op de vloer. En met de volgende inademing breng je je linkerbeen gestrekt en je rechterarm omhoog. En de palm is richting je gezicht. Dus een halve slag gedraaid. Je kijkt voor je, neemt je hoofd mee. Sluit maar je ogen. En voel maar je rechterarm, je linkerbeen omhoog en dan langzaam terug. Adem even lekker door en dan met de volgende inademing breng je je linkerarm en je rechterbeen omhoog. En beide zijn gestrekt, palm weer richting je gezicht. Adem lekker door en terug. Nog één keertje, je linkerbeen, je rechterarm. Houd je ogen maar gesloten, adem lekker door. En terug. En dan nog één keer, je rechterbeen, je linkerarm omhoog. Beide zijn heel actief. Sluit je ogen, adem lekker door. En terug. Adem even heel goed door en dan met de volgende inademing mag je beide armen en benen omhoog brengen. Zorg ervoor, het maakt niet uit hoe hoog je komt. Zorg ervoor dat ze allebei, alle vier in dit geval, heel actief zijn. En dan kom maar terug. En dan maken we weer een kussen. Laat de hielen weer naar buiten vallen.
het voorhoofd of je andere wang op je handen. Adem lekker door. Als er wat spanning is in die onderrug, rol dan eens heel langzaam van je ene heup naar de ander. En wees met je aandacht bij je onderrug. Wat losser, wat de spanning wat kwijtraken. En dan langzaam kom maar terug in het midden. Nou, breng je handen onder je schouders. Duw jezelf nog een keertje op. Kom maar op je knieën. En de knieën zijn op heupbreedte. De onderbenen in het verlengde ervan. Je handen zijn met de vingers gespreid onder je schouders. Met de inademing maak je rug maar hol. Kin naar het plafond. Met de uitademing maak je rugbol, kin naar de borst toe. En ga zo door in je eigen ademhalingsritme. Maar concentreer je vooral op je onderrug. Met de inademing maak je rugbol, kin naar het plafond. En met de uitademing je rugbol, kin naar je borst. Wees er voorbij met je aandacht. Voel wat je doet. Terwijl je rustig doorademt en je gezicht ontspant. En dan kom je terug in het midden. Dan maak jezelf sterk. Dus je duwt met je handen in de vloer. Je kijkt naar de vloer. Dus je rug is zo recht mogelijk. En dan breng je je linkerbeen naar achteren, strek je, je rechterarm strek je ook. De palm weer richting het gezicht gedraaid. Je kijkt gewoon naar de vloer, dus je bent als een plank. Zorg ervoor dat je heupen weer recht staan. Dus je verlengt je been, maar je brengt het onderbeen niet te hoog. Je staat echt als een plank of een tafel. En terug. Breng dan nu je rechterbeen, de tenen is richting je gezicht. Je linkerarm, palm naar je gezicht toe. Maak jezelf sterk. Kijk naar de vloer. Maar tegelijkertijd adem rustig door, ontspan je gezicht. En terug. En nog een keertje, je linkerbeen, je rechterarm. Maak jezelf sterk, ontspan je gezicht en je tong. Adem lekker door. En terug. De laatste keer je rechterbeen, linkerarm. En terug. Nou breng je je knieën wat wijder, ook weer zo wijd als het matje. Ga op je hielen zitten, verleng je armen en als het kan je voorhoofd op de vloer. Sluit maar je ogen. Adem lekker door. Een goede stretch voor de onderrug. Hele goede houding voor een druk hoofd. Ben je erg druk in je hoofd? Overweeg dan eens om deze asana te doen. Want door de druk op je voorhoofd van de vloer, dat maakt dat je geest wat rustiger wordt. Adem lekker door. Ontspan je gezicht. Blijf nog even in de kinderpositie.
langzamer. Kom maar overeind. Mag je nog gaan zitten op je beide billen? Zorg ervoor dat je rechtop zit. En als dat lastig is, dan neem je een dekentje of een kussen. Om daar op de rand te gaan zitten. Maar zorg wel weer dat je deken of kussen goed opgevouwen is. En het kussen gelijk is. Dat je op het randje zit. Dat je net iets hoger zit. Duw jezelf even op. Voel maar verlenging van je rug. En ga weer zitten. Maar zorg ervoor dat beide voeten heel actief zijn. En dan zet je je rechtervoet naast je knie aan de buitenkant. En voordat we überhaupt een twist gaan doen, concentreer je op je benen. Duw je rechtervoet in de vloer. En voel meteen wat dat met je doet. Je rug dat rechter wordt. Laat je schouders zakken. De borst die zich meer opent. Houd die verlenging, die opening. Blijf heel actief met je voeten. En dan breng je je linkerarm om je rechterknie. Je rechtervingers zet je achter je, maar je blijft nog voor je uitkijken. Je arm, afhankelijk hoe lang je arm is, mag gebogen zijn. Nou, met de inademing, duw nog je voet in de vloer. Voel maar die verlenging. En met de uitademing, dan mag je gaan draaien. Neem ook je rechter schouder mee. Maar je zit op beide billen, dus je gaat niet naar achteren hangen. Je kan je rechterhand van de vloer brengen, zonder dat je valt. Een twist. Blijf heel actief met je voeten. Dat zorgt voor de verlenging van je rug. Houd je schouders laag. En je mag je hoofd helemaal meedraaien. Over je schouder kijkt je kin iets meer naar beneden. Hoe is het met je gezicht? Adem je rustig door terwijl je gezicht en je tong ontspannen is. Hoe is het met je voeten? Ben je nog heel actief? Langzaam, kom maar terug in het midden. Houd je benen nog even zo. Houd ze ook nog heel actief, die voeten. En dan draai je nog even naar de andere kant. En langzaam, kom maar terug. Nou, zorg er weer voor dat beide benen heel actief zijn. En nu zet je je linkervoet naast de rechterknie. Zorg ook voor dat de volledige voetzool in de vloer, dat je die in de vloer kan drukken. Lukt dat niet, dan breng je je voeten wat meer van je vandaan, zodat in ieder geval de voetzool op de vloer kan. Maak beide benen weer heel actief, dus duw die voeten in de vloer. De andere voet tegen de denkwaardige balk. Plaats nu je rechterarm om je knie, je linkerhand achter je. Maar voordat je gaat draaien, adem in. Duw nog een keer, voel die verlenging, opening van je borst. Dan met de uitademing mag je gaan draaien. Maar ook nu, zorg ervoor dat je op beide benen zit. Je hand van de grond kan halen zonder om te vallen. En dan sluit dan weer je ogen. Je hoofd draait mee. Kijk over je linker schouder. Je kin ietsjes meer naar beneden. Adem lekker door. Terwijl je voeten heel actief blijven. Maar je gezicht en je tong ontspannen is.
is het? Ben je nog actief met je voeten? Is je gezicht nog ontspannen? Langzaam kom maar terug. Laat je voeten zo staan. Dan draai je even naar de andere kant. En dan kom maar terug in het midden. Zet je voeten nog even neer. Bij de voetzolen op de vloer. Omarm je knieën. Duw je voeten nogmaals in de vloer. En voel weer die verlenging. Met de inademing breng je kin richting het plafond. Met de uitademing kin naar de borst. En nog een keertje omhoog. En met de uitademing omlaag. En nog een keer omhoog. En omlaag. En dan mag je gaan liggen. Voor de laatste ontspanning. Dus kom lekker op je rug liggen. Zorg ervoor dat je warm genoeg bent. En dan zorg ervoor dat je voeten nog steeds buiten zijn dan je heupen. Laat je voeten maar naar buiten vallen. De heupen helemaal kunnen ontspannen. Je handen, palmen naar het plafond. 45 graden van je lijf. Adem rustig door. Houd je ogen maar gesloten. En dan breng je je rechterbeen een paar centimeter van de vloer. Span aan, span aan, span aan. En laat maar vallen. En dan breng je je linkerbeen een paar centimeter van de vloer. En span aan, span aan, span aan. En laat maar vallen. Knijp je billen samen, knijp ze samen, knijp ze samen. En ontspan. Breng je beide armen handen van de vloer. En span het aan, span aan, span aan. Kan nog vuisten maken. En laat me vallen. Duw je schouders richting je oren. Duw ze maar richting je oren. Duw, duw. Ja, duw ze richting je voeten. Duw ze richting je voeten. Duw, duw. En nou duw ze in de vloer. Duw ze maar in de vloer. En ontspan. Gebruik al je gezichtsspieren. Trek maar gekke bekken. Vergeet ook niet je tong. En ontspan. Adem een keer heel diep in. Open je mond, steek je tong uit en gooi het eruit. Voel eens hoe jij erbij ligt. Misschien wil je je hoofd nog iets omhoog brengen. Je kin richting je borst brengen. En dan je hoofd nog eens neerleggen. Zodat je nek wat meer verlengd is. Lig je goed met je rug. Of wil je nog even je voeten op de vloer zetten. Je billen van de vloer duwen. Je bekken iets kantelen. En dan weer je billen op de vloer leggen. Met de benen, zodat je helemaal ontspannen op de vloer ligt. Nou, herhaal mentaal wat ik zeg. Ik ontspan mijn voeten en benen. Mijn voeten en benen zijn helemaal ontspannen. En ik ontspan mijn bekken en billen. Mijn bekken en billen zijn helemaal ontspannen.
ontspannen onderrug. Mijn onderrug is helemaal ontspannen. En ik ontspan mijn bovenrug. Mijn bovenrug is helemaal ontspannen. En ik ontspan mijn buik en borst. Mijn buik en borst is helemaal ontspannen. Ik ontspan mijn handen en armen. Mijn handen en armen zijn helemaal ontspannen. En ik ontspan mijn schouders en nek. Mijn schouders en nek zijn helemaal ontspannen. Ik ontspan mijn gezicht. Mijn gezicht is helemaal ontspannen. En ik ontspan al mijn organen. Al mijn organen zijn helemaal ontspannen. Dus voel maar hoe je meer en meer ontspant. En ontspan ook je geest. Mocht er een gedachte komen, dan laat het gaan. Je kan er naar kijken en je laat het gaan. Als je wil, adem dan nog een keertje heel diep in. En helemaal uit. En nog een keertje heel diep in. En helemaal uit. En nog een keer heel diep in. Helemaal uit. En ontspan. Ontspan. Ontspan.
jezelf hier blijft liggen. Dat je langzaam weer terugkomt in het hier en nu. Om je vingers en je tenen te bewegen. Misschien vind je het prettig om nog even je hoofd van de een naar de andere kant te draaien. Je kan je nog even lekker uitrekken, vingers in elkaar. Je handen boven je hoofd. Of juist je knieën naar je borst trekken en je klein maken. En dan langzaam, als jij er klaar voor bent, dan rol je naar de rechterkant. En kom nog heel even zitten met je ogen gesloten. En voel dan eens hoe je er nu bij zit na deze yoga sessie. Dank jullie wel dat jullie bij waren. En hopelijk tot een andere keer. Fijne dag. Hoi. Ik ga hem uitzetten.